Verzoek van een aantal volgers heb ik andere oorbellen in. Ik heb onze lieftallige Karin aan de telefoon. Hey lieve vrienden en welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer een zondag, de 27e juni en we leven om 13:31. En op verzoek van een aantal volgers heb ik andere oorbellen in. Ja, dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ja. Ik zal eens wat, ik mag graag die andere oorbellen dragen, maar ik vind deze ook zelf wel mooi, anders koop ik ze niet. Maar ik had deze meer voor feestdagen, et cetera, weet je wel. Als ik echt de kleding ervoor aan heb, waar het bij moet. Hallo dames, kan het een beetje geschikt worden? Ik zit hier ook nog hoor. Ook heb ik weer nieuwe kleding aan. Had ik nog niet aangehad voor jullie. Dat is wat ik gekocht had. Dat moet ik even denken hoor. Vorige week, na mijn verjaardag. Ja, ook de broek heb ik aan. Het is een soort met solbroek, want het heeft wijde pijpen. En het, als ik dus sta, dan leggen ze zo wat op de grond. Ik heb hem ook heel hoog opgehaald, want ik vind het zonde als het kapot gaat. Maar ja, als ik ga zitten, ja, dat neemt dan weer op, hè? Ja. En ik heb allemaal laarsjes aan, want het kan hier momenteel vriezen, het kan dooien. Je weet niet wat je eigenlijk aan moet trekken als je naar buiten gaat. Dan is het bijvoorbeeld de grijze grauw en dan schijnt de zon weer. Zoals het nu doet. Maar ja. Oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Gaan wij ook weer doen. Ik heb vandaag nog een hoop te doen, want die keuken moet nodig opruimen. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Gisteren heb ik weer ook niks kunnen doen. Te druk gehad. En dan heb ik op een gegeven moment ook geen zin meer. Geen futter meer voor. Dus ik moet een vlog in elkaar zetten. Ik moet de camera leeghalen. En dan hoop ik dat ik nog een vlog in elkaar kan zetten. En anders loop ik er even wat op achter. Ja, ik kan er niks aan doen. Hè? Nee. Maar oké. En morgen mag ik mijn andere ketting weer ophalen. Die is klaar. Dus ja, woepie. Die heb ik dan weer terug. Ja, ik heb ook de foto eraf van gekregen. Dus ja, ik ben er helemaal weer blij mee. Ja. Dus die zullen jullie morgen wel op een gegeven moment weer zien. Als ik hem weer om heb. Dus ja, het komt helemaal goed. Hier ben ik ook natuurlijk heel erg blij met deze. Die ik ook zelf ontworpen en de goudsmid. Het laten uitwerken. Daar zit het ook het as bij van mijn mannetje bij in. Dus hij is niet te koop. Nee. Echt niet. Voor geen miljoen. Voor al het geld van de wereld. Hij is niet te koop, want jij hebt er niks aan. Nee. En ook die koper die hem wou kopen voor 2 jaar terug zoiets. Op de Juttersmarkt. Die had er 5000 euro voor. Over een keer geen 5000 jaar. Nee. Er zitten te veel waarden aan voor mij, persoonlijk. Dus ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van deze prachtige zonovergrote dag. Tenminste, zonovergrote, het is bewolkt, alweer grijs, grauw en triest. Maar nu is het zonovergrote. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Kan ik hier daar niet zien. Maar ik zou zeggen, geniet van alles. Met wat jullie zien, met wat jullie doen, met wat jullie willen gaan doen. Ja, kijk maar zelf wat je gaat doen en geniet ervan. Ik zou zeggen, tot later. Doei! Ja, zo lieve vrienden, ik ben maar weer eventjes retour. Ik heb onze lieftallige Karin aan de telefoon. Ik heb de keuken helemaal schoon, niet tenminste helemaal. Ik heb alles in de vaatwasser, mijn handdoek ligt daar nog. Dat is mijn handdoek. Hup. En dit is het bordje van het kattenvlees. Dat moet weer even afgewassen worden. Dat doe ik even met de handen. Ik heb mijn zoon voor mijn broek even ingenomen met een spelde. Want
ik loop er iedere keer op, dus hij is me veel te lang. Dit kan ik hebben, om mijn middel heen, maar hij is veel te lang. Nou ja, dat ga ik even innemen. Ik heb het nou gespeld terwijl ik hem aan had. En dan ga ik hem zo uitdoen en dan even met de hand naaien, zou ik zo zeggen. Dan heb ik even wat te doen en daarna, ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Ik moet mijn camera nog leeg halen op van vandaag na. Dus ja, druk en nog eens druk. Maar komt allemaal goed hoor. We gaan gewoon door met die banaan. Ja toch? Of niet dan, Karin? Ja hoor, precies dat. Ja, precies dat. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet nog verder van het prachtige mooie weer. Het is hier nu eindelijk is het weer fatsoenlijk weer helemaal blauw. Terwijl het eerst zo bewolkt was en af en toe kwam het zonnetje erdoor heen. Het was koud langs de gracht en op de straat waar ik langs loop. En ik had enkel maar een dun jasje, maar het was er echt koud. En ik moest gewoon mijn rollator duwen tegen de wind en zo hard waaide het. Dus ja, dan was ik wel weer blij dat ik thuis was. Ja toch? Ja. Nou, Elwing die ligt op de bank. Madame Elwing. En die andere dame die ligt buiten in de tuin, in het zonnetje. Ja, lach. Wat? Nou, rustig maar. Gewoon rustig. Niks in het handje. Hé, niks in het handje. Kom maar. Niks in het handje. Maar oké, ja. Zo dus, ja. En kan dan echt prinselijk op de picknicktafel. In de schaduw. Dus die is slim. Die gaat niet in de hete zon. Hé, Kandalfie? Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze. En tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Ik ben er weer even. Ik heb mijn broek weer aan. En die is gemaakt, maar niet met de hand. Nee, ik heb wel de naaimachine even op tafel moeten zetten. Maar ja, het is weer klaar. En daar gaat het toch om. Ja, en weer keurig netjes. Wat wil ik nog zeggen? Ik heb ook een vlog in elkaar gezet. Die is nog bezig aan elkaar te maken. Dat doet het programma. Daarna kan ik hem naar YouTube brengen. En dan doe ik zo meteen mijn meisjes uit. Want mijn rollator staat al klaar. Ja, een beetje te zien. Dus ja, dat komt zo. Eentje zit net bij me omdat ik het zo zeg, hè. En dan weet ze gelijk hallo van, hé, ik hoor het. Maar ja, zover zijn we nog niet. Nee. Dus eventjes op de bank. Zover zijn we nog niet. Ik heb er net ook mijn lampjes eventjes wat vaster gedragen. Die zaten wat te los. En dan zag ik dat mijn mandje niet goed zat. Dus die heb ik nog even goed geduld. Dus ook weer klaar. En hij moet, hij staat op 81%, dus ja, dat is ook zomaar klaar. En dan zal ik hem naar YouTube brengen en daar kan hij zichzelf redden. Dat doet YouTube allemaal. Als ik hem maar er even heen kan brengen. Ja, komt allemaal goed. Ik hou vol goede moed. Ja, echt waar. En het is ook alweer 18:27. En dat allemaal nog op 27 juni 2021. Ja. De tijd houdt geen schoft als je zelf wel stil zit. Of niet, Anrijka? Snuffelaar. Hé? Je petter. Je allebei je petjes thuis geef. Ja. En dan maar de oortjes. Zo naar achteren. Rijka. Kom eens. Even je oortjes goed doen. Ja, zo toch. Staat veel mooier. Ja. Staat veel mooier bij dat mooie kopje van jou. Ja. Dus ja, zo dus. En, maar het gaat gewoon lekker. Zijn gangetje. En het komt allemaal wel weer goed. En ik denk ook wel met Karin. Dat die er wel weer bovenop komt. Dus ja. En hoe het met Roderick is, weet ik niet. Dat is nog afwachten.
Maar ook dat merken we wel. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag, avond, hoe je het maar zelf benoemen wilt. Smakelijk eten, bon appetit en prikjes. En ik zou zeggen, tot vanavond. Doei! Hallo lieve vrienden, ik kwam even weer retour om eigenlijk wel rusten te wensen. Ja, want het is weer de hoogste tijd, de klok die heeft net 2 uur geslagen. Dus we gaan er vandoor en ik zie hier vandaan de maan en die is hier zo mooi. Ik heb er even foto's van genomen, die zal ik straks, tenminste, andere week pas. Of zoiets. Ik weet niet wanneer, maar wanneer ik deze filmpjes van vandaag, van zondag, 27 juni, zal op mijn computer zal zetten en dan in elkaar zal zetten, zet ik dat er mooi bij in. Maar voor nu wens ik jullie allemaal welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. En morgen, de 28e. Maandag weer gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht. Ook namens Rijka, Elwing en Kandalf zeg ik welterusten. Doei!